Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid als er een natuurramp gebeurt. Vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 Nieuws. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1127, met een uitzending voor vandaag, 6 november 2017. Dit is het bulletin van maandag en ik ben weer eens ouderwets laat. Ja, ik breng de laatste tijd weinig nieuws in de Daily Minutes. In het verleden was dat wel een beetje de core business van de uitzending. Afhankelijk van de beschikbare tijd wil ik de komende tijd weer proberen wat vaker nieuwsberichten te brengen. Zo 1 à 2 per uitzending. Met af en toe, als er genoeg nieuws is, een wat langere nieuwsuitzending. Vandaag heb ik 2 nieuwsberichten. Hamnieuws.nl bracht vandaag het nieuws dat de bijdrage voor onze registratie in 2018 omhoog gaat. Deze gaat €34 kosten in plaats van de huidige €31. Ook een vergunning die je onder andere nodig hebt voor een repeater of een baken gaat in bedrag omhoog. Dat bedrag is nu €153 en dat gaat naar €156. €3 omhoog. Dit is dus het bedrag voor de coördinatie van de frequentie. Zeg maar het bepalen of een repeater er kan komen. Plus overleg met de landen om ons heen om te zien of er daar geen storing optreedt. Het bedrag dat is dus inclusief de eerste 3 jaar. En na 3 jaar is het bedrag voor het 4e tot en met het 6e jaar €29. En dat geldt telkens voor 3 jaar daarna ook weer. Tussen de €9 en €10 per jaar dus dan, tenzij je de vergunning niet kunt verlengen. Ja, ik had het ondertussen niet meer compleet bij, maar er komen nog steeds nieuwe LPAM-vergunningen bij. Recent onder andere in Ternaart en Wijchen bij de 100 watt. Er wordt ook wel eens wat ingetrokken trouwens. Verder is er wat verwarring over Radio Maria op 675 kHz. Dat station zou uit de lucht gaan en heeft ook geen vergunning meer naar verluid voor de uitzendingen vanuit Aarle-Rikstel. Het station is volgens de site radio-tv-nederland.nl wel nog steeds op die frequentie te ontvangen. Rara politiepit. Oké, gaan we nu verder met de serie over antennes en het derde deel daarvan. Dat wordt gepresenteerd door een bekende stem van een invalpresentator. In deel 25 over antennes gaan we nog even verder op de steltantennes, oftewel hoe je een antenne kunt verstoppen. Een Moxon-antenne is in zijn eenvoudigste vorm een twee-element Yagi, waarvan de uiteinden van de straler naar achteren zijn gebogen en van de reflector naar voren. De elementen worden zo met een isolator aan elkaar vastgemaakt, zodat uiterlijk de antenne een soort van rechthoek vormt. Dergelijke antennes laten zich uitstekend camoufleren als wasmolen. Desnoods kun je hem wat oversized uitvoeren, dat valt niet erg op. Op de begane grond werkt dat toch wat minder, maar als je een plat dak hebt en helemaal als dat gewoon toegankelijk is, dan valt zo'n antenne natuurlijk niet bijzonder op. Ook niet als hij misschien wat ongebruikelijke maten heeft. Voor de vorm zou je er af en toe wat was in kunnen hangen. Maar goed, de omgeving zal meestal ook niet zo heel snel iets tegen een ongebruikt wasrek hebben. Lijnen om de was aan te drogen lenen zich sowieso heel goed om als antenne te gebruiken. En wat is er tegen een dubbelfunctie, als je er tenminste wel om denkt om niet te zenden als er wat aangehangen wordt? Ja, een andere oplossing is misschien een tijdelijke antenne. Een tijdelijke antenne is vaak toegestaan als een niet-tijdelijke niet mag. Vaak is er voor zo'n tijdelijke opstelling ook geen vergunning nodig. Je kunt er ook voor kiezen om zo'n tijdelijke antenne, als hij tenminste snel kan worden opgebouwd, alleen tijdens het donker buiten te hebben opgesteld. Tijdelijke antennes zijn dus in een aantal gevallen niet verboden en er zijn voorbeelden bekend van amateurs die geen antennevergunning kregen en die vervolgens een aanhanger of zelfs een hoogwerker kochten om als antennemast te gebruiken. Zolang je die maar af en toe verplaatst en inschuift is er in veel gevallen niets tegen in te brengen, hoewel er natuurlijk wel een gemeentelijke verordening kan worden gemaakt die zoiets niet toestaat. In deel 26 over antennes gaan we nog even verder in op de steltantennes, ofwel hoe je een antenne kunt verstoppen. Omdat een loopantenne het ook goed doet als hij heel nabij de storingsbron geplaatst wordt, kan zo'n antenne ook prima binnenshuis gebruikt worden. Dan staat hij toch redelijk stelt. Voor zenden is het wat minder, maar het kan wel. En als je geen andere mogelijkheden hebt, dan is alles wat kan natuurlijk welkom. Ook op andere manieren is er camouflage mogelijk. Bij schotelantennes voor televisie zie je vaak dat die in de kleur of het patroon van de achtergrond geschilderd worden. Bijvoorbeeld met daarop de schildering van die precies lijkt op de gemetselde stenen achter de schotel. Ook bestaan er doorzichtige schotels voor tv-ontvangst. Er bestaat trouwens speciale verf die zo gemaakt is dat je antenne zoveel mogelijk tegen de kleur van de lucht erachter wegvalt bij diverse weertypen. Er zijn ook producten te koop voor steltantennes. J-Pole antennes levert bijvoorbeeld oplossingen voor verticale antennes op VHF die in een omgeving staan waar ze niet opvallen.
Of ja, die zodanig in de omgeving staan dat ze niet opvallen, moet ik zeggen. Ook professioneel worden er natuurlijk her en der antennes verstopt. En dan laat ik nog even de militaire wereld buiten beschouwing. Met name mobiele providers zitten nog wel eens met een probleem dat er in een bepaalde omgeving of gemeente echt geen antenne meer bij kan. Morgen gaan we hier verder op in. Deel 27 van de serie over antennes. Zoals gisteren al vermeld, bestaat ook professioneel de behoefte aan het verbergen van antennes. Ik weet zelf het meest van het verstoppen van antennemasten voor mobiele providers. Vermaard is daarbij het voorbeeld van een niet-Nederlandse boom die langs de snelweg in Zuid-Limburg staat. De boom komt hier van nature niet voor, wel in de VS. En ook merkwaardig is dat hij maar niet groeit. Het betreft hier een experiment van Vodafone om een mast met antennes voor hun mobiele netwerk te verbergen. Zal ik nou maar weer verder gaan? Oké. In een moderne stadswijk was het bij de introductie van de mobiele telefonie in eerste instantie geen groot probleem om masten te plaatsen voor de providers. Meer en meer burgers kwamen echter in opstand, waardoor ook de gemeenten begonnen tegen te sputteren en eisen stelden, zoals bijvoorbeeld het gemeenschappelijk gebruik van masten door meerdere providers. Wanneer je over beschermde stadsgezichten praat met historische gebouwen, dan misstaat een antennemast in de ogen van veel mensen natuurlijk helemaal. Dat probleem speelt in een land als Italië met zijn vele historische plekken nog veel sterker dan hier. In Italië wordt bij vierkante middeleeuwse torens wel van elke hoek een klein stukje van de stenen verwijderd, waarna in de ontstane vier ruimten een antenne voor een mobiele opstelplek geplaatst wordt. Vervolgens worden de antennes dan weer afgedekt met polyester in de originele vorm, waarna het polyester wordt geschilderd in het patroon van de oorspronkelijke stenen. Je ziet er absoluut niets van. Het Italiaanse bedrijf Calzavara is gespecialiseerd in het camoufleren van een aantal commerciële structuren, waaronder antennes. De antennes voor mobiele opstelpunten kunnen bijvoorbeeld worden verstopt in vrij gedesigned straatmeubilair, maar het bedrijf heeft ook een aantal verschillende kunstbomen, niet van echt te onderscheiden in zijn pakket. Uitsluitend bedoeld voor het verbergen van antennes. Onder andere diverse soorten palmbomen, cipressen, Oostenrijkse naaldhouten, dennen en sparren. De manier van het bedrijf om antennes in een moderne stedelijke omgeving te verstoppen is onder andere in gebruikelijke gebouwornamenten, zoals bijvoorbeeld nep airco dakconstructies, maar ook nagemaakte schoorstenen voor op het dak. Voor buiten de stad worden voor langs de snelweg bijvoorbeeld reclameborden gebruikt, waarbij de mast zelfs nog extra winst oplevert uit de inkomsten van de verkochte reclame. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1128 met een uitzending voor vandaag 7 november 2017. Dit is het bulletin van dinsdag. Het is nog niet erg lukken met de inspiratie. Dat soort dingen kun je niet dwingen. Dus de serie over onderzeebootcommunicatie die moet nog even blijven liggen. De afgelopen 10 dagen of zo heb ik de serie over antennes grotendeels herhaald. Alleen de eerste 10 afleveringen niet. Vandaag ga ik een serie over propagatie herhalen. De bedoeling is om dat de komende tijd dan weer gaandeweg te doen met steeds meer nieuw werk. De serie over propagatie dus. Het eerste is, daar begin ik meteen mee, is een korte technische verhandeling over propagatie. In een gebied tussen 50 kilometer hoog en meer dan 500 kilometer hoog zijn de meeste moleculen van de atmosfeer door de straling van de zon geïoniseerd. Dit stuk van de aardatmosfeer wordt gewoonlijk aangeduid met ionosfeer. Dat zijn de luchtlagen waar de propagatie op de korte golf gewoonlijk zijn oorsprong vindt. Ionisatie is een proces waarbij elektronen die negatief zijn geladen worden verwijderd van neutraal geladen atomen of moleculen. Waardoor deze atomen of moleculen dus als positief geladen ionen achterblijven en er sprake is van vrije elektronen. Het zijn deze ionen waar de ionosfeer dus waar is genoemd. Het belangrijkste zijn echter wel de veel lichtere en vrijelijk bewegende elektronen, die belangrijk zijn in termen van propagatie op de korte golf. De vrije elektronen in de ionosfeer zorgen ervoor dat de radiogolven op de korte golf worden afgebogen en zo eventueel terug kunnen worden gestuurd naar de aarde. Of terug worden gestuurd naar de aarde. Daarbij geldt hoe groter de dichtheid van die elektronen, hoe hoger de frequenties die er nog door gereflecteerd of afgebogen worden. Gisteren kwam de ionosfeer aan bod met vrije elektronen daar. Overdag bestaat die ionosfeer dus vaak uit 4 verschillende lagen met elk hun eigen specifieke eigenschappen. Het laagste is de zogenaamde D-laag, die bevindt zich tussen 50 en 90 kilometer hoog.
Iets hoger zit de E-laag tussen 90 en 140 kilometer. En daar weer boven de F1-laag 140 kilometer tot 210 kilometer. En de F2-laag die bevindt zich boven de 210 kilometer. Ter referentie, de ionosfeer begint dus bij 50 kilometer. Dan mag je zien maximale hoogte waarop een Concorde kon vliegen. Dat was ruim 18 kilometer. De ballon van de ballonvossenjacht die komt, als ik het goed heb, tot ongeveer 34 kilometer hoog. Gisteren ging het over de vier lagen van de ionosfeer, waarin die is ingedeeld. De D-laag met daarboven de E-laag en dan de F1 en de F2-laag, alle vanaf 50 kilometer en dan hoger. De meeste mensen zullen bekend zijn met de elfjaarlijkse variatie in de zonneactiviteit, de zogenaamde zonnevlekkencyclus. Op bepaalde tijden tijdens die zonnevlekkencyclus zal de F1-laag, de 1a bovenste laag, dus niet te onderscheiden zijn van de F2-laag. De twee F-lagen vloeien dan als het ware in elkaar over en vormen gezamenlijk een homogene, of een tamelijk homogene F-laag. Niet alleen tijdens de zonnevlekkencyclus varieert de zonneactiviteit, ook is er een groot verschil tussen zomer en winter en tussen de verschillende tijden op de dag. 'S Nachts verdwijnen de vrije elektronen in de D, de E en de F1-laag grotendeels en dan blijft eigenlijk alleen de F2-laag, die allerhoogste, die blijft nog over. Omdat dat de hoogste laag is, verklaart dat het effect van de propagatie over grotere afstanden 's nachts voor een groot gedeelte. Ja, en dan wat de propagatie betreft had ik het gisteren over de eigenschappen van de verschillende lagen. En dat zich boven de 200 kilometer de F-laag bevindt. En dat 's nachts ja, al die andere lagen gewoonlijk verdwijnen. Alleen de F2-laag, die boven de 210 kilometer, die is er dan nog. En mede vanwege de hoogtes en de afstanden dan ook heel behoorlijk. Het zijn verder trouwens ook alleen de E, de F1 en de F2-lagen die de golven reflecteren. Dat betekent niet dat de D-laag, die dus geen signalen reflecteert, onbelangrijk is. Integendeel, de D-laag buigt de signalen wel niet naar terug naar de aarde, maar de D-laag verzwakt of absorbeert de golven wel degelijk. Ga je recht omhoog, dan valt het nog mee, maar richting horizon, dan ga je schuin door een groter deel van die laag heen. En dat zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat je op 80 meter en in mindere mate ook op 40 meter niet zo makkelijk de X kunt werken overdag. De F2-laag, die hoogste dus, is echter wel de belangrijkste voor de propagatie op HF. De redenen daarvan zijn er drie. Ten eerste, de F2-laag is natuurlijk 24 uur per dag aanwezig, zoals ik zei. Ten tweede is het ook de hoogste laag en dat geeft de grootste afstanden. En de derde is ook een belangrijke. De F2-laag reflecteert van alle lagen ook de hoogste frequenties in het HF-bereik. Ja, eergisteren was het voor de laatste keer dat het propagatieonderwerp aan bod kwam. Dat ging toen over de verschillende lagen, waarvan de F-laag de belangrijkste is, omdat hij er altijd is. Hij is de hoogste en daardoor de grootste afstanden. En hij reflecteert ook de hoogste frequenties. Er is de D-laag, een laag die niet reflecteert, maar die wel heel belangrijk is, omdat hij bijvoorbeeld overdag op de lagere banden met name ervoor zorgt dat de maximale afstand nogal wordt gereduceerd. De vrije elektronen die in die lagen zitten, die leven in de F-laag, in de F2-laag het langst. En dat is ook de reden waarom deze laag ook 's nachts van betekenis blijft. In de E-laag blijven atomen en moleculen het kortst geïoniseerd. Dat wil zeggen, dan leven de vrije elektronen, als ze eenmaal ontstaan zijn, het kortst. Dat is in de E-laag 20 seconden. En in de F-laag leven de elektronen ongeveer 1 minuut. In de F2-laag is dat 20 minuten. Bij beschouwingen over propagatie wordt vaak de F1-laag weggelaten, omdat deze er niet altijd is en ook heel vaak versmelt met de F2-laag. Daarom wordt vaak gesproken over een F-laag, maar in dat geval wordt eigenlijk vooral de F2-laag bedoeld, al dan niet versmolten met die F1-laag. Het is de straling van de zon die het proces van ionisatie in de lagen van de ionosfeer veroorzaakt. Elektronen worden vrije elektronen wanneer de straling van de zon de ongeladen atomen en moleculen raakt en dus ioniseert. Omdat er bij dit proces altijd zonlicht nodig is, vindt de aanmaak van vrije elektronen alleen plaats daar waar dit zonlicht aanwezig is. Vanavond vanaf 20:30 vindt weer de D-Star-ronde plaats op diverse, nou op veel van de D-Star-repeaters in Nederland. En daarnaast ook te beluisteren via de site van Frans PD4 FMJ, Papa Delta 4 Foxtrot Mike Juliet en dat is pd4fmj.nl. Dan kun je rechtsbovenaan op het tabblad D-Star Player klikken. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen.
De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1129 met een uitzending voor vandaag 8 november 2017. Dus het bulletin van woensdag. Ja, ik heb vandaag weer een deel van de serie over telecommunicatie onder water. Ik heb hem net geschreven. Het heeft een tijdje geduurd voordat er na deel 13 weer een nieuw deel kwam. Dit is deel 14. De laatste delen die zijn besteed aan de, ja, voor zover je het nog weet, aan de verschillende U-boottypen. En ook hoe die gebouwd werden. Onder andere die hele grote scheepswerf met een 7,5 meter betonnen dak. Zoals eerder al gemeld wil ik nu wat aandacht besteden aan de Enigma, de coderingsmachine van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zonder daar te diep op in te gaan, want die codering is natuurlijk bijzonder gecompliceerd. Zelfs voor mij om uit te leggen. Maar er bestonden ook voor de onderzeeboten verschillende varianten van de communicatie met de Enigma. Ik pak er daar nu één type uit. Dat is de normale sleutel M, zoals die heet. M, dat staat waarschijnlijk voor marine. Net als de coderingswijze bestaat wat uitgezonden wordt vanwege de koetssignalen vooral uit groepjes, of vooral maar alleen uit groepjes van telkens 4 tekens. Kenmerkend voor die normale sleutel M-type, dat is dat de 2 groepen van 4 die als eerste worden uitgezonden, die zijn identiek aan de 2 laatst uitgezonden groepen. Dit werd zo gedaan als indicatie of het bericht goed was binnengekomen. Waren de eerste en de laatste 2 groepen niet identiek, dan was er onderweg iets verkeerd gegaan. Bijvoorbeeld dat er een fout in het bericht was geslopen. Dan kon het bericht niet worden gebruikt. Zowel de inhoud als de afzender konden dan niet worden achterhaald. Aan het begin van een uitzending zond een U-boot de tijd uit met de datum, beide ongecodeerd, maar wel in de vorm van de koetssignalen. Hij wachtte dan even, waarna vanaf het land ook in koetssignalen informatie over de ontvangst werd teruggestuurd, met daarna de ontvangen tijd en datum, dus zoals dat was binnengekomen, en eventueel een signaalrapport van 1 tot en met 5, en als afsluiting, zoals gebruikelijk bij Morse, de letter K. Daarop verzond de U-boot dan zijn bericht. Snijsnelheid was 60 à 70 tekens per minuut, in onze aandeling zo'n 12 tot 14 woorden per minuut. Het uitzenden van een gebruikelijk bericht duurde in zo'n geval bijna 4,5 minuut. Meer dan genoeg voor een conventionele pijlinstallatie om de U-boot te lokaliseren, laat staan met het snelle huff-duff systeem van de Britten. En dit was het korte deel 14 over telecommunicatie. We gaan nu verder met de serie over propagatie waar we gisteren ook enkele delen van hebben uitgezonden. In het onderwerp over korte golfpropagatie gingen we gisteren onder andere in op het feit dat het licht van de zon is, dat ervoor zorgt dat via ionisatie van moleculen en atomen er vrije elektronen in de ionosfeer terechtkomen die wij op HF kunnen gebruiken om grote afstanden te overbruggen. Na verloop van bepaalde tijd, het kortst in de lagere lagen in de ionosfeer, het langst in de hogere, verdwijnen de vrije elektronen weer. Dit proces van het verlies van vrije elektronen is een proces dat zowel gebeurt bij aanwezigheid van zonlicht als wanneer dat licht afwezig is. Wat er dan gebeurt is dat de elektronen terugkeren bij een geïoniseerd molecuul dat daarmee opnieuw neutraal wordt, dat wil zeggen niet geïoniseerd. Voor radiocommunicatie is de belangrijkste eigenschap van de ionosfeer de mogelijkheid om signalen te reflecteren, CQ af te buigen. Deze mogelijkheid om de golven te reflecteren varieert met de frequentie van het betreffende signaal en het werkt ook alleen voor bepaalde frequenties, waarbij het verschilt over de tijd gezien. Om vast te kunnen stellen hoe de ionosfeer deze signalen reflecteert, zijn verschillende methoden bedacht. Het meest gebruikte instrument hiervoor is echter een ionosonde. Dat is een soort van HF-radar dat zeer korte pulsen met radiogolven recht naar boven straalt de ionosfeer in. Wanneer de frequentie niet te hoog is, komt het signaal vanuit de ionosfeer terug naar de aarde. De ionosonde legt hierbij de tijdsduur vast die de signaal erover doen om naar aarde terug te keren. Daarmee kun je de hoogte vaststellen. En tegelijkertijd wordt de frequentie vastgelegd waarmee op dat moment wordt gemeten. Het propagatieonderwerp ging gisteren onder meer over het meten aan de ionosfeer. Dat gebeurt vaak met een zogenaamde ionosonde, een soort korte golfradar dat recht omhoog golven tegen de lagen van de ionosfeer laat botsen. Tegenwoordig wordt naast de ionosonde ook vaak een systeem gebruikt dat een sounder genoemd wordt, waarbij zender en ontvanger op een afstand uit elkaar staan en ze schuin omhoog stralen. Dit type sounder kan de propagatie meten op een specifiek traject en kan daarbij verschillende modes van propagatie in de ionosfeer zichtbaar maken, zodat deze bestudeerd kunnen worden. Er bestaan ook nog zogenaamde backscatter sounders. Het signaal kaatst daarbij terug. En hierbij wordt er dus een signaal over de horizon gestuurd en er wordt gekeken of het signaal terugkeert en met hoeveel tijdsvertraging dat is. De zender en ontvanger hoeven bij zo'n systeem ook niet per se op dezelfde plaats te staan.
En over de horizonradar, zoals de oude Woodpecker en de modernere versies daarvan, zijn in feite ook backscatter sounders. Zij het met een enigszins ander doel dan propagatieonderzoek. De ionosfeer is overigens niet bepaald een stabiel medium, zoals amateurs ook weten. Het is niet gegarandeerd dat een verbinding op een bepaald tijdstip lukt, ook al is een voorspelling van een goede propagatie voor zo'n verbinding uitgegeven. Een kwartier later of een half uur later kan het allemaal wel weer totaal anders zijn. Behalve een bepaalde instabiliteit die ook altijd in de ionosfeer aanwezig is, varieert de ionosfeer ook zoals eerder al aangehaald met de cyclus van de zonnevlekken, met de seizoenen en ook met het tijdstip van de dag. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Er is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1130 met een uitzending voor vandaag 9 november 2017. Dus het bulletin van donderdag. Ik begin vandaag met enkele nieuwsberichten en als het goed is heb ik daarna nog enkele delen uit de serie over propagatie. In het Zuid-Amerikaanse land Colombia is sinds deze week een noodnet actief op 7117 kHz. 7117 kHz vanwege een steen- en modderlawine in de plaats Corinto aan de rivier La Paya. De lawine zelf vond buiten de bewoonde wereld plaats, maar zorgde voor een vloedgolf in de rivier die vervolgens in de eerstvolgende stad bijna 30 gewonden tot gevolg had. In het noodnet werken amateurs uit de regio's Cali en Popayán samen om de autoriteiten op de hoogte te houden over gewonden en vermiste mensen en over waar mensen tijdelijk zijn geherhuisvest, aldus southgatearc.org, 7117 kHz dus. Het volgende bericht staat sinds vandaag op de site van agentschap Telecom. AT heeft een bestuurlijke boete opgelegd aan een zendamateur die zijn roepnaam niet of onvoldoende heeft gebruikt. Ondanks waarschuwing veranderde het gedrag van deze amateur niet met deze boete als gevolg. Verder heeft agentschap Telecom meerdere gele kaarten uitgedeeld. Het betrof het niet of onjuist gebruik van de radioroepnaam tijdens het maken van verbindingen en het gebruik van frequenties die niet aan de betreffende zendamateur waren toegewezen. De nieuwste CQPA kan momenteel trouwens weer worden gedownload van www.vrza.nl. Ik zou niet te lang wachten, want ik weet niet hoe lang hij nog beschikbaar is. Ten slotte is er 17 en 18 november weer een melding primair gebruik. Die geldt voor de regio rond Dokkum in de hele 13 centimeter band. Het is vanwege de intocht van Sinterklaas. Ja, dan nog het volgende. Mensen kijken wel eens met een scheef oog naar mijn gebruik van Echolink. Ik krijg daar geregeld opmerkingen over. De reden van het gebruik is het volgende. Ik experimenteer met een repeater bij mij thuis. Dat wil zeggen, ik doe experimenten. Daar bestaat de hobby uit. Met enige moeite lukt het me nog wel om de repeaters die ik vaak gebruik te ontvangen. Als ik echter met een bruikbaar zendvermogen zend, dan druk ik mijn eigen repeaters dicht. Dat is ongewenst en mogelijk zelfs in strijd met de repeatervergunning voor wat betreft de uitrolverplichting. Het was een keuze. Ik verkies het experimenteren hier thuis met een repeater boven de vrijheid om vanaf deze locatie via de ether te kunnen werken op 2 meter en 70 centimeter. Dat is het mij wel waard. In zijn algemeenheid vind ik dat de verbinding via de ether altijd de voorkeur heeft. Ik vind het van belang om dit te vertellen, omdat ik vooral bij beginnende amateurs hierover niet het verkeerde beeld wil wekken. Ja, het onderwerp over ionosferische propagatie ging gisteren onder andere over de variaties die de ionosfeer kent. De zon gaat telkens door een periode van toename en dan weer van afname in activiteit. Dit heeft invloed op de communicatie op de korte golf. Een zonnevlekkencyclus waarvan we voor het gemak zeggen dat hij 11 jaar duurt, varieert in werkelijkheid in lengte tussen de 9 en de 14 jaar. 11 jaar is een gemiddelde. Bij het zonnevlekkenminimum worden alleen de laagste amateurbanden op HF door de ionosfeer gereflecteerd, terwijl bij het maximum de frequenties tot aan 30 MHz of hoger worden gereflecteerd. Die banden die dus niet gereflecteerd worden, ja, die hebben in feite dan alleen een lokaal bereik. Dit is een rechtstreeks gevolg van een grotere hoeveelheid straling vanuit de zon bij het zonnevlekkenmaximum, wat direct resulteert in meer vrije elektronen in de ionosfeer. Er zijn nog meer gevolgen van de variatie in zonneactiviteit. Zonnevlammen, dat wil zeggen enorme explosies op de zon die met name een gevolg hebben voor de absorberende D-laag, zijn bij het zonnevlekkenmaximum bijvoorbeeld veel waarschijnlijker. Tijdens zo'n uitbarsting op de zon kan na enige tijd het verkeer op de korte golf grotendeels stilvallen. Dat is overigens alleen bij afstanden die via gebieden waar het dag is het geval, omdat de D-laag sowieso alleen overdag aanwezig is.
Het propagatieonderwerp werd gisteren besloten met de zonnevlammen die met name bij het zonnevlekken maximum soms de D-laag zeer versterken, waarna het verkeer op HF grotendeels kan stilvallen. Een dergelijk fenomeen wordt overigens in het Engels een shortwave fade-out genoemd. Fade-outs gebeuren plotseling en hebben het grootste effect op de lagere korte golffrequenties. Het kan, als je vermoedt dat je te maken hebt met een fade-out, dus zinnig zijn om een hogere band te kiezen waar communicatie dan nog wel mogelijk is. De tijdsduur van zo'n fade-out varieert tussen slechts 10 minuten en enkele uren, dit afhankelijk van de sterkte van de zonnevlam. De seizoenen hebben ook een grote invloed op de propagatie. De E-laag bijvoorbeeld is vaak sterker aanwezig in de zomer dan in de winter. Variaties in de F-laag of lagen is gecompliceerder. Op de beide halfronden zijn de hoogste frequenties gereflecteerd in het midden van het voorjaar of het najaar. In maart of september dus. En die zijn hoger dan die in de zomer of de winter. Dat gaat overigens zowel in het zonnevlekkenminimum als het maximum. Gereflecteerde frequenties zijn daarnaast in de winter ook nog weer hoger dan in de zomer. Daarnaast zijn er geografische verschillen, bijvoorbeeld hoe noordelijker je op het noordelijk halfrond zit en hoe zuidelijker op het zuidelijk halfrond. Tot zover de propagatie voor vandaag. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1131 met een uitzending voor vandaag 10 november 2017. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag waarschijnlijk een korte uitzending met in elk geval twee nieuwsberichten. De site ARRL.org gaat in op het orkaanseizoen van dit jaar met in totaal 5 hurricanes, waarvan 2 in de zwaarste categorieën. De orkanen hielden een huis op de Antillen, Puerto Rico, Dominica en de zuidelijke staten in de VS, terwijl tropische orkanen tot in Ierland en het Verenigd Koninkrijk voor problemen zorgden. In totaal verloren daarbij meer dan 260 mensen het leven. Los van alle schade en ellende voor de mensen die dit overkwam, heeft dit alles ook de rol van zendamateurs bij het helpen bij dit soort calamiteiten flink in de publiciteit gezet. Met name door wat secretaris-generaal van de Caribische Telecommunicatie-Unie, Bernadette Lewis, hierover in het openbaar heeft gezegd. Zij omschreef de zendamateurs als een rotsen ondergrond van ononderbroken communicatie. Het gaat momenteel heel hard met de nieuwe middengolfvergunningen. Hoor ik deze week van een PA3 in Lunteren die een 1 watt vergunning heeft. Nieuwe vergunningen voor 100 watt zijn er sinds deze week voor bijvoorbeeld de plaats Baarn, hier vlakbij dus, op 675 kHz en eentje op 1224 kHz in Gasselte-Nijveen. Gaan we nu verder met het onderwerp over propagatie. Vergeet niet de late uitzending van de Daily Minutes vanavond om 10:30 op PI3 UTR. Bij de korte golfcondities waren we gebleven bij de variaties tussen de seizoenen. De hoogste frequentie rond het middaguur wordt doorgaans gereflecteerd op de punten waar de aarde zich in het midden tussen zomer en winter bevindt. Dat is dus in de maanden maart en september. Wat gisteren in mijn verhaal niet helemaal uit de verf kwam, was dat in de zomer de frequenties die gereflecteerd worden rond het middaguur het hoogst zijn. Althans, dat is in het zonnevlekken minimum. In het zonnevlekken maximum zijn het juist de wintermaanden waar de hoogste frequentiebanden nog worden gereflecteerd. Ook met de breedtegraad varieert de propagatie, zoals ik gisteren al zei. Het maakt uit of je dichter bij de pool zit of dichter bij de evenaar. Hoe noordelijker je zit, hoe meer de zon de ionosfeer onder een invalshoek raakt. Dus overdag zul je zien dat er zich rond de evenaar veel meer vrije elektronen bevinden dan aan de polen. In de voorgaande dagen ging het ook over de levensduur van de vrije elektronen. Toen werd gesteld dat die vrije elektronen in de E-laag slechts 20 seconden blijven bestaan voordat ze opnieuw combineren met een ion om er een neutraal atoom of molecuul van te maken. In de F1-laag is dat 1 minuut en in de F2-laag is dat 20 minuten. De oplettende luisteraar heeft misschien gedacht, hoe kan het dan toch dat die F2-laag 's nachts zonder zonlicht gewoon nog steeds bestaat? Die vrije elektronen hadden natuurlijk al lang verdwenen moeten zijn. Nou ja, ja. En nee, hoog in de atmosfeer is de lucht bijzonder ijl en er heersen heel andere omstandigheden dan hier. Het waait in die bovenste lagen bijzonder hard, zodanig dat die vrije elektronen in het door de zon verlichte deel van de aarde binnen 20 minuten van die levensduur van de F2-laag terecht kunnen komen aan de donkere kant van de aarde. En dat is dus wat er op grote schaal gebeurt en waarom er ook aan de donkere kant van de aarde 24 uur per dag een F2-laag aanwezig blijft. Het propagatieonderwerp ging gisteren onder andere over de verschillen in breedtegraad en dat de maximale ionisatie zich rond de evenaar bevindt. Dit laatste is overigens maar ten dele juist. Er bevinden zich 2 maxima, elk zo'n 15 tot 20 graden noordelijk en zuidelijk vanaf de evenaar.
Exact bij de Evenaar is de maximaal bruikbare frequentie hierdoor overdag dus lager dan bij die maxima noordelijker en zuidelijker. De stations die daar last van hebben zitten overigens niet noodzakelijkerwijs bij de Evenaar. Het zijn de stations van wie het signaal gereflecteerd wordt in de buurt van de Evenaar. Ook 's nachts is er een strook waar de ionisatie duidelijk minder is. Dat is tijdens de donkere uren bij een breedtegraad van 60 graden. Behalve zo'n variatie over de seizoenen, breedtegraden, elfjaarlijkse zonnevlekkencyclus, is er dus ook een variatie over het etmaal gezien. Gereflecteerde frequenties liggen overdag een stuk hoger dan 's nachts. Het maximum ligt ruwweg gezegd wanneer de zon het hoogst staat. Gedurende de nacht zakt de maximale frequentie geleidelijk aan, ook nog enigszins tot aan het moment dat de zon dus weer opkomt. Het gaat hier dan om de werking van de F-laag, die 24 uur lang aanwezig is. De D-laag varieert overigens ook. Daar gaan we morgen op in. Zoals vrijdag al aangekondigd gaat het dit keer over de variaties in de absorberende D-laag, nadat het de afgelopen keren over variaties in de reflecterende E- en F-lagen ging. Allereerst is er de al genoemde invloed van zonnevlammen op de D-laag die de absorptie sterk kan doen toenemen. Waar die absorptie het afzwakken van signalen door de D-laag extreem groot is, tijdens zo'n zonneuitbarsting dempt de D-laag sowieso voortdurend. Die absorptie die zorgt dus voor de veel kortere afstanden op de lage korte golfbanden, zoals 80 en 40 meter, ten opzichte van de hogere banden vanaf 14 MHz. Die absorptie is dus om te beginnen veel groter bij het zonnevlekken maximum dan bij het minimum. Ook in de zomer is de demping van signalen door de D-laag groter dan in de winter. Hierdoor heb je op de lagere korte golfbanden dus zomers meer zendvermogen nodig dan 's winters. Verder is de demping midden op de dag het grootst en 's nachts het kleinst. Ook bij deze absorptie, de demping in de D-laag dus, maakt het uit of je nabij een van de polen bevindt of nabij de Evenaar. Ook hier levert het meeste zonlicht op een zeker moment of een zekere plaats de meeste demping op. Anders dus dan bij de afbuiging van signalen die ingewikkelder was dan alleen te reageren op het meeste zonlicht. Zoals gezegd, de hoogst bruikbare frequentie is overdag niet bij de Evenaar, het grootst, maar bij zo'n 15 tot 20 graden ten noorden en zuiden daarvan. En 's nachts is er een band op 60 graden noorden en zuiden breedte waar de maximale gereflecteerde de frequentie sterk in elkaar kukelt. Eigenlijk is het vrij eenvoudig. Het is altijd het best om een zo hoog mogelijke frequentie te kiezen die nog werkt. Je hebt dan te maken met de F-laag die de grootste afstanden garandeert bij de hoogste frequentie. En je hebt de minste last van de absorberende D-laag, dus de minste demping. Het ingewikkelde daaraan is alleen dat die hoogst bruikbare frequentie dus telkens varieert en dat je misschien ook wel eens tegen een lagere E-laag wilt reflecteren, omdat de skipafstand daarvan korter is. Tot zover de propagatierubriek voor vandaag. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour. Amateur Radio Newsline Report number 2089. With a release date of Friday, November 10th, 2017, to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. The Baker Island D-Expedition gets a big boost. Morse code averts a boating tragedy. And Pope Francis makes a heavenly contact via satellite feed. All this and more as Amateur Radio Newsline Report 2089 comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent on-the-air news and bulletin service. Now reporting from Charleston, West Virginia, here's Jim Dameron, NATMW. If you like chasing DX, really challenging DX, our top story this week is for you, and it comes to us courtesy of the Ham Talk Live podcast. Here's Neil Rapp, WB9VPG. A team heading to Baker Island for a de-expedition in June just received a major boost. The team of 11 people will be heading to the Pacific to the small island located between Hawaii and Australia for the first time since 2002. Baker Island is currently number 4 on the wanted list, and it's going to be number 3 on the wanted list after the folks going to Bivay get done. Like most de-expeditions, the expenses for the trip are extensive. Any large
faraway place requires a lot of money because it's a long sail from anywhere. All your equipment has to be frozen, has to be purchased new. We are not taking any chances of bringing any invasive species or new bugs onto the refuge. We hope to make lots of queues, so when people work us and request a QSL card, they put in a little tip for our good efforts. The cost of the trip is in excess of $430,000. Team members are paying for about half of the cost, while the other half must come from contributions from individuals and foundations. A major donation was just announced last week by team leader Don Greenbaum, N1DG, on Ham Talk Live. We've applied to the Northern California DX Foundation for support, and they let us know this morning that we will be receiving a grant of $75,000. And to put that into perspective, it's the second largest grant ever given by NCDXF, the biggest one being $100,000 to the upcoming Bouvet. So we're honored. They had so much faith in this group that the wallets were opened in quite a substantial way. For more information about the KH-1 Baker Island De-Expedition or to make a contribution, be sure to visit baker2018.net and their Facebook group. Your contributions are needed and appreciated. Reporting for Amateur Radio Newsline, I'm Neil Rapp, WB9VPG in Bloomington, Indiana. Meanwhile, radio scouts are back on the air as results pour in from the recent worldwide jamboree on the air, as we hear from Bill Stearns, NE4RD. This week in radio scouting, we have one activation from scout camps on the air, and we check up on our jamboree on the air reports. BSA Troop 20 Amateur Radio Club WS5 BSA will be on the air from John Nichols Scout Ranch in Mustang, Oklahoma on Saturday, November 11th from 8 a.m. to 5 p.m. Central Standard Time. They will operate single sideband on 40 meters through 10 meters and VHF UHF FM on the WX5 LAW and KB5 LLI linked repeater systems throughout the day. With over 12,000 locations registered for Jamboree on the Air and Jamboree on the Internet worldwide, including an astonishing 990 from the United States, we need reports from all of those locations to determine the number of scouts, amateur radio operators, and guests in attendance. Here's a couple of great reports we've received so far. William Mitchell, W0WMM, from their station from Woodsmoke in Gibson Island, Maryland, reports that the scouts enjoy DXing and making contacts with Spain, Argentina, Brazil, and the UK. The highlight of the event was when they talked to scouts on the nuclear submarine Savannah in the Baltimore Harbor. Jeremy Brown, KA7BIF, with the K7MVA activation from the Snake River Boy Scout Council in Twin Falls, Idaho, reported that this was their first time doing JODA and that they had a blast and can't wait till next year. With the local council's help, it was a success and we helped 22 Boy Scouts earn their radio merit badge. For more information and to file your JODA report, please visit www.k2bsa.net. For Amateur Radio Newsline and the K2BSA Amateur Radio Association, this is Bill Stearns, NE4RD. Two special event stations have been marking a Great Lakes tragedy that happened 42 years ago. Kevin Trotman, N5PRE, has that story. It's a tragedy that still captures the American imagination. The sinking of the Edmund Fitzgerald 42 years ago in the storm-tossed waters of Lake Superior. The entire 29-person crew was lost on November 10, 1975, shortly after the Great Lakes freighter passed the Split Rock Lighthouse. Minnesota's Stillwater Amateur Radio Association kept the HF bands busy November 3rd, 4th, and 5th as operators made contacts from the Split Rock Lighthouse State Park during the special event station that it has organized for 13 years. Hams who missed making contact with W0JH get to try again, though. Special event station W8F is also commemorating the sinking. In Michigan, the Livonia Amateur Radio Club station goes on the air Sunday, November 12th at the Dawson Great Lakes Museum on Bell Island in Detroit. Even if you're not able to work W8F on that Sunday, stay tuned to the HF bands anyway. Members of the club are operating from their own QTHs and keeping the special event station going right through the 20th of November.
For Amateur Radio Newsline in Aiken, South Carolina, I'm Kevin Trotman, N5PRE. Another boating story, one that didn't end in tragedy, comes to us from Jeremy Boot, G4NJH. It happened in late October. Now here's a twist on the saying, when all else fails, there's amateur radio. This version says when all else fails, there's Morse code. A yacht sailing off the coast of Cornwall recently was observed as being on a collision course with the Dales Rocks, which are submerged at high tide and therefore invisible and pose a definite risk of grounding. A watchkeeper at the National Coast Watch Institute at Bass Point, however, could not reach the crew. They didn't have an automatic identification system beacon and couldn't be reached by VHF radio to be warned of the dangers ahead. The watchkeeper therefore turned to an old relic, an Aldis lamp, which emits a pulsing light flashing the crew a Morse code message, the letter U, which warns of danger. The craft had come within 10 boat lengths of the rocks when it was seen to respond by changing course to head south, where it resumed its journey to Falmouth. Bass Point NCI station manager Peter Clements was quoted in news reports afterwards as saying that such flashing lamps are more commonly seen these days in vintage Second World War movies, but in this case, an old wartime tool turned out to take on a hero's role in peacetime, too. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Bucci for NJH. The president of the Italian Radio Association and a CQ Amateur Hall of Famer has become a silent key. We hear more from Ed Durant, DD5LP. Hams are grieving the loss of a noted DXer, an active member of Italy's amateur radio community. Mario Ambrosi, I2MQP, has become a silent key. Mario, who was inducted into the CQ Amateur Radio Hall of Fame in 2005, was president of the ARI, the Italian Amateur Radio Association. He had a lifelong love of radio that began at age 14 when he heard the first Sputnik satellite broadcast using homemade equipment. On October the 25th, 1975, Mario made his first QSO. That was just the beginning. At the time of his death, he had logged more than 222,000 QSOs in 352 countries and collected numerous top awards, including those given for operation in CW and RITI. Mario had been president and secretary of the Italian Radio Amateur Association, a director of Radio Rivista, a writer for the DX News Bulletin, and a QSL card checker for the DXCC and Worked All States programs of the ARRL, as well as several programs for CQ Amateur Radio. Mario Ambrosi died November the 6th. Vale Mario, I2MQP. Thanks for that report, Ed Durant, DD5LP. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the Lookout Mountain Amateur Radio Club's W4EDP repeater, Chattanooga, Tennessee, Wednesdays at 7:30 p.m. If you want to thank military veterans for their service to the U.S., be listening November 10th through the 12th for this special event station. Paul Brown, WD9GCO, tells us how. Most of us enjoy a good special event station, and when it's tied into something remembering our veterans, it makes it even more special. This weekend, Wentzville, Missouri will be on the air celebrating a historic event, as organizer Larry Scantlin, KE0KZ, tells us. I live in the city of Wentzville, Missouri, which is just west of St. Louis. And back in 1967, December, I want to say the 12th, I believe, they erected the very first Vietnam War Memorial. Scantlin saw an opportunity to tie ham radio into this celebration. The city of Wentzville is planning a commemorative celebration of that accomplishment, hosted by the VFW Post 5327. And so I saw that as a great opportunity to partner with them as ham radio operators, knowing how hams love special events. And since I am myself a Vietnam veteran,
I thought it was a perfect marriage, if you will. The station will be on the air as W0W, starting on Friday the 10th through Sunday the 12th, working as many of the HF bands as they can, primarily single sideband, but with other modes if they have enough operators. Scantlin sees this as not only fun for the hams, but also as a way to build public awareness of our hobby. It is drawing a lot of public attention. We expect to have all three TV stations covering this. We're also opening this up to the public to let them come through and see ham radio in action. For me, that's the critical element because I think we need to do a lot more promoting of ham radio in the public sector. You can find out more on the event's QRZ page. Here's a chance for a fun new contact and a way to help celebrate an important event remembering our veterans and their sacrifices for our country. For Amateur Radio Newsline, I'm Paul Brown, WD9GCO. One ham in South Africa has truly gone the distance, achieving a record contact on microwave. Jim Meechan, ZL2BHF, has more. South African amateur Alex Artieda, ZS6EME, feels like he's in the record books. And indeed he is, at least in the microwave record books. Alex logged the first microwave EME QSO from South Africa on 10 GHz in a contact with HB9Q in Switzerland on October 22nd. Alex was operating QRA64D, a new digital mode on 50 watts. That was only the beginning for him. The very next day, Alex was able to make 10 more EME QSOs on the same frequency. One day later, on the 24th of October, Alex was on the air again at 5.7 GHz and completed the first digital EME QSO with PA3DZL in the Netherlands. His good fortune continued, and he had 7 more QSOs after that. Making note of his achievements, the South African Radio League proudly announced that Alex was, quote, putting South Africa back on the world microwave map, end quote. For Amateur Radio Newsline, I'm Jim Meechan, ZL2BHF. 13-year-old Dhruv Reba, KC9ZJX, and his father Hari, VU2SPZ, are hams who know that sometimes you have to try more than once to make a coveted contact. The eighth grader and his father were among those who worked for 2 years to help Chittix Junior High School in Normal, Illinois, get selected for a QSO with the International Space Station. According to Dhruv's former science teacher, Danielle Hopper, the school applied to the ARIS program at the urging of father and son when Dhruv was in the sixth grade. It didn't happen. Undaunted and discouraged, the two reached out to the Central Illinois Radio Club W9AML, the Challenger Learning Center at Heartland Community College, and the Children's Discovery Museum. And this year, success! The contact with astronaut Joe Acaba, KE5DAR, happened on October 23rd. Hopper called it a once-in-a-lifetime opportunity for the school and the district. She said Dhruv worked many hours with Grant Zier, AA9LC, of the Central Illinois Radio Club, and was on the planning committee for the big event for 2 years. As for Hopper, she ended up with a lesson from Dhruv in what ham radio is all about, and she hopes his classmates will be inspired to go for their licenses too. In the world of DX, Nuri TA3X will be active as TC630 Mecca from Izmir, Turkey, from the 1st of November to the 14th of January 2018. He'll operate CW, SSB, and digital modes on 160 to 10 meters, QSL via TA3X, direct, or the Bureau. Rob, N7QT, is leading a team of 9 radio operators from Mellish Reef in Australia as VK9MA through the 16th of November. The team will be active from Harold's Beacon Islet, the only permanent land on the reef, on all HF bands using SSB, CW, and RTTY. The operators ask all amateurs to please note they are always going to be working split. Send QSLs to N7QT. Get ready. November the 18th sees the next annual Europe to North America SOTA Summit to Summit event, where SOTA activators will be out on both continents trying to make contacts.
Look for stations to be spotted on the SOTA cluster at sotawatch.org between around 12 and 1500 UTC on the 18th. And give the activators a call. We're hoping for better propagation conditions for this weekend, where both SSB and CW stations will be heading up some hills and mountains for the event. Students aren't the only ones who get excited to talk to the space station. Mike Askins, KE5CXP, tells us about one recent contact that was blessed, truly blessed, by good fortune. It's a given that when Pope Francis has some big questions to ask about life and the universe, he looks to the heavens. That's just what he did on October 26th, in fact. And he got some answers, only this heavenly exchange didn't come from the source you might imagine. The pontiff got a chance to chat via a satellite feed with the six astronauts on board the International Space Station, and his questions were understandably tough. Like the rest of us, he was seeking to understand humanity's place in the universe. But these were challenges that space travelers such as Paolo Nespoli, IZ0JPA, and Joseph Acaba, KE5DAR, could only take a stab at from a scientific point of view. NASA's Randy Bresnik, the Expedition 53 commander, told the Pope, however, "People cannot come up here and see the indescribable beauty of our Earth and not be touched in their souls." With this exchange, Pope Francis became the second pope to speak with the astronauts, following Pope Benedict in 2011. Paolo, of course, did take the opportunity to make a kind of confession. Humbled at not knowing all the answers to the Pope's questions, he said, quote, "Our aim here is to spread knowledge, but the more we learn, the more we realize we do not know," end quote. So together, they will all continue to look to the heavens. For Amateur Radio Newsline, I'm Mike Askins, KE5-CXP. With thanks to Allen Labs, the ARRL, Cornwall Live, CQ Magazine, Danielle Hopper, Filippo Risi, IK7YCE, Ham Talk Live, Hap Holly and the Rain Report, Irish Radio Transmitters Society, K2BSA, Livonia Amateur Radio Club, Ohio Penn DX Bulletin, South African Radio League, Southgate Amateur Radio News, Space.com, Stillwater Amateur Radio Association, Ted Randall's QSO Radio Show, WGLT Public Radio, WTWW Shortwave, and you, our listeners, that's all from the Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website, located at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT, at the news desk in New York, and our news team worldwide, I'm Jim Dameron, N8TMW in Charleston, West Virginia, saying 73. And as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2017, all rights reserved. Right now you will hear the ARRL podcast The Doctor Is In with Joel Hallis, W1ZR, and Steve 4WB8IMY with another interesting topic. Hello and welcome to The Doctor Is In. I'm Steve 4WB8IMY. And I'm Joel Hallis, W1ZR. This is not a riddle, Joel, but kind of. What happens when you send your RF radiation from your antenna straight up? Well, like a lot of things, it may come straight down. Of course, it won't always come straight down because sometimes when you send it straight up, it'll continue on and go off into outer space. True. And sometimes we want that. If we want to talk to a satellite, we don't really want it coming back at us. We want it to go out to where the satellite is or where the moon is, whatever we're trying to talk to. When we do that on HF, what we are usually talking about is near vertical incidence skywave. Vertical incidence means going straight up. It doesn't have to be quite straight up. This refers to ionospheric propagation in which the HF signals are directed close to straight up. Not exactly straight up. Because if they were exactly straight up in a narrow beam, you could just talk to yourself. And you can do that in a lot of ways without a radio if you want. That's true. But what happens if you talk nearly straight up is you can talk to people fairly close. Now, what's interesting is for many years in HF propagation, we've struggled to avoid this because we put up our 80-meter dipole and we wanted to talk to somebody in Afghanistan, but
we kept getting into Ohio or, you know, something like that, something fairly close by. And what we didn't realize that we were on the early stages of NVIS communication. Our signals were mainly going upward. The low dipole antenna, quarter wave or less high, will mainly propagate up, and not straight up, but over a fairly wide arc. Yes. With less energy going at the low angles that we would like to use for DX. And, you know, there's always little energy down there, so occasionally we'd work somebody in Europe or Asia, depending on which side of the country we were on. But mostly we'd talk to people nearby, and 80 meters got a reputation as being a sort of a regional band for that reason. But, of course, it really is much more than that if you have the right antennas. Yes. So for many years, we tried to avoid this upward, because people wanted to talk long distances, so they went towards vertical antennas, which have no radiation that goes up, typically, and arrays of those to make signals propagate at low angles for long-distance communication, which is great for that purpose, even though horizontal antennas have more gain to start with because of the nature of the reflection from the ground. But if the signal is not going at low angles, it doesn't matter if you have more going at the angles it likes, because those will be high angles, and those won't get you to Australia particularly. Typically, what we've used most recently for our regional or our local communication is VHF-FM. That's been our popular band if we want reliable communication throughout the neighborhood or the county. We have a repeater station or two with linked repeaters. Right. And we talk car to car or house to car or whatever very reliably with a very low noise level, nice, quiet, full quieting reception over a wide area. Works very well. So what's happened, though, is that works very well if you can put a repeater on the mountain. Our military found out in places like the Balkans and the Middle East more recently that you can't do that if you don't own or control the mountain. You have to take the territory to put a repeater there. Mountains are not easy to take and not easy to hold and supply. So they sort of rediscovered this near vertical incidence HF communication by using HF to talk over the mountain 30 miles away, only 30 miles over the ground, but it might be 100 miles up and down the mountains to get there. And it worked very well. The problem was most mobile HF equipment was set up with vertical antennas, which don't do that very well. And after considerable research, they found that the same arrangement that allowed them to drive their Humvee under the or up to the window at the McDonald's under the overhang was bringing the antenna down on a hook to the front bumper, so it kind of had a curved arc, actually ended up resulting in horizontal polarization. Ah, I can not see entirely, that, yeah. Not entirely, but some, and enough, because it doesn't take that much to make this work. So not only could you get your hamburger, you could also talk to the guy on the other side of the mountain with your mobile rig without a repeater in between. And that's how NVIS became very popular with the military. What's interesting to note is, as I looked into this, it appears that both the Germans and the Russians were using this as far back as World War II. And I'm not aware that we in the U.S. military had taken advantage of this. You know, and as I say, we since the early days of ham radio, when the frequencies were low and we often had horizontal antennas, we were using this routinely and wishing that we didn't have it. Yeah. But it was there all the time. And now, in fact, I've been having a sked with my friend in Massachusetts, a guy that hired me out of college in 1969. From 1974 on, if we remember to do it now that we're getting old and forgetful, every Wednesday night we have a schedule on ADCW. And it's, I'd say probably 150 miles away, 80 meters. NVIS works perfectly for that with our horizontal antennas. I don't think any other mode of propagation would be as successful to do that. And as consistent. That was my understanding. In yes. other words, night after night after night. Absolutely. You could count on essentially the same signal levels. Is that correct? That's correct. The only problem is we find recently is we both tend to fall asleep during Red Sox games, which which reduces our transmitter output significantly. But other than that, it works very well. An amateur radio friend of mine talking about NVIS once used this analogy, and I wanted to run this past you, Joel, and make sure that he was really knowledgeable, or at least had all of his marbles. He compared it to taking a garden hose and squirting it straight up at the ceiling of your apartment or wherever you lived,
and that that was the equivalent of your RF going up, hitting the ceiling, and then splattering all over the living room and the furniture and all that. Is that an apt comparison? I think that makes a certain amount of sense. The ceiling is the ionosphere. Yeah, exactly. Yeah. That works. That works for me. I've even done that, but... Yeah, it is quite reliable. I've seen some numbers close to 100% reliable using 20 watts over 200 miles, for example. Surprising. Really? Yeah. I don't know how it was. Some data attributed to the Marine Corps. I don't know how rigorous a test it was, but that seems to be indicative of what you get. And the trick is to use the right antenna. I was going to get to that. And yes. The right bands. Yes. Now, the usual best bands for this are 40 meters in the daytime and 80 meters at night, or 75. And, of course, 60 meters can be used. Of course, it has a limitation of the small number of channels that are available, but if they're clear, they can be used as well. For home station work, a horizontal dipole less than a quarter wave high, that's only 33 feet for 40 meters. And, of course, 33 feet is less than a quarter wave on 80 also. You know, 67 feet is a quarter wave on 80. But anything in that range. Some people put them quite low, down at kind of trip levels. No, I'm not. You know what? I've seen people do that. They claim that it works very well for NVIS. I'm talking maybe 4 or 5 feet off the ground. Yeah. Seriously. Exactly. And you can catch a lot of antlers doing that if you're not careful, among other things. Now, the problem is, as you get very low, what happens is the antenna efficiency is reduced, the impedance is lower, they're harder to feed power into, but if that's all you can do and you can make it work, it'll work. But it'll work a little better if you get closer to a quarter wave high. And it can be a little above, you know, at half wave high, you have a null going skyward, so a half wave is the worst for a horizontal antenna. Anything lower than a half will work. Quarter wave is about optimum. As you say, it can be quite a bit lower than that, but it gets less optimum as you get closer to the ground. But, you know, if you don't have handy trees and you're doing an emergency situation, a couple of pitchforks in the ground will get you a few feet off the ground, and if you can get power into it, it'll radiate, and off you go. But it won't work quite as well. If you bring up emergency, I know that a number of HF public service nets are now utilizing NVIS when they want to cover just a specific region of the United States. Absolutely right. And, you know, that's a very good thing to do because, you know, while we're used to using our repeaters, let's face it, think about the recent events in the Caribbean and the fires in the Pacific. So you have a repeater on this great high mountain, but if it blows over or burns down and the roads are all covered with trees, that repeater is off the air for a long time. So, you know, the repeaters are fine when they're there, but you're really well advised to have a plan B, and this is a very good plan B if you don't want to use it as plan A. And, you know, for those with vertical antennas, I have found through some modeling that if you can take your vertical antenna and adjust the guy wires so it's over at even 30 degrees off vertical, you'll have a significant horizontal component. 45 degrees is better, but at some point it makes mechanicals of making this stay put are tough, but 30 degrees will work. The other thing to keep in mind is a low horizontal antenna does not have the sharp nulls of a high horizontal dipole. So at a quarter wave above ground, a dipole will be within about one S unit of being omnidirectional. So that's very handy for this too. You know, you think of a dipole as being directional perpendicular to the antenna wire, but it actually, when it's low, it is not so perpendicular, and it can be used around the area. So it helps to point it in a particular direction, but only by about one S unit, and there's so much margin here that you can consider it almost omnidirectional. This is another great application for inverted Vs, a pair of inverted Vs on a 40-foot push-up mast, if you're using an emergency situation. Yes. You've got perpendicular antennas. You could have one for 80 and one for 40, and they'll both be almost omnidirectional. They can go up in a few minutes, and the antennas can serve as the top guy wires. So it's a very nice system to have. Joel, are you prepared for a question? As prepared as I'll ever be. Well, Dave, KJ8U, is asking simply, why are antenna systems designed around 50 ohms? It's the mystery of the age, Joel. It is. Well, that's a good question. How did they pick 50 ohms? It's interesting. And, of course, we have to say not all antennas are designed to be 50-ohm antennas. We're talking typical coax-fed antennas. There are a lot of antennas that are designed to be fed with high impedance line or other things, or really end-fend right from the wire itself, right into the radio or into the antenna tuner. But most
antennas that are designed to be fed with coax for ham use are designed for 50 ohms. I think it's more, first of all, to go back to the development of coax. In the early days, it was determined that higher impedance coax has less loss and a wider bandwidth than lower impedance coax. That's true. You can look at the antenna book or any other tables and stuff, and you'll see that the 75-ohm coax, for example, has less loss at a given frequency for similar type coax than 50 ohms does. The lower impedance coax has better power handling capability. Wires are thicker and they can handle more current and so forth. So the real low impedance lines, and there used to be lines at 35 ohms and so forth, you occasionally see them, but not very often. 50 ohms was kind of a compromise, and that was what the radio people settled on, I guess just before and into World War II. It became the popular RF coax cable, because typically radar systems were using high power and so forth. Interestingly, the 75 ohm is something that the video people have settled on, and that they use that for their inter-equipment cabling and camera feeds and so forth, and that has a wider bandwidth, which they need, and lower loss. So that works well for video. And that carried over into the cable TV business, and so most television antennas actually are designed for 75 ohms. So it's just kind of hams and communication of other sorts that are 50 ohms. Because the military used 50-ohm coax during World War II, that's what was available to hams at the end of the war in surplus, vast quantities of RG-8, and I think mostly RG-8, some of the smaller 58 and so forth was also available. Oh yeah, I remember hearing from veteran hams that there were huge quantities of coax. So, you know, if 50-ohm coax is available almost for free and you got to pay list price for anything else, why most hams went for the 50-ohm coax. So that became the coax that was used, and that was a very good time because after the war was when amateurs were struggling with television interference on the VHF channels, and they went to shielded radios, and instead of open wire lines, they went to coax cables that were connected to shielded enclosures around transmitters and so forth. So it all went together very nicely, and because the radios tended to be designed to feed the coax cable that was 50 ohms characteristic impedance, the people that were making antennas made them to be connectable to the end of that same piece of coax, so they became 50 ohms also. And that just became the standard. But again, 75 ohms was also used to some extent. And in fact, the early transmitters, before the solid-state transmitters that didn't have tunable output circuits, most vacuum tube radios had output circuits that could tune 50 to 75 ohms, some even higher, and they were all adjustable. It's sort of part of the antenna tuner function was built into the transmitter in those days. But by and large, everything else was designed to be 50 ohms. You wanted a low-pass filter for your transmitter to keep the harmonics out of your antenna, they tended to be filters designed for 50 ohms, although occasionally you'd see 75 as well. Now, of course, this is just all a nominal impedance. An antenna that's designed to have a 50-ohm impedance will probably have a 50-ohm impedance on one particular frequency at one particular height above ground. Mm-hmm. Put the antenna at a different height or change your frequency, it'll be some other impedance. So yes, it's sort of nominal, but that is the normal design goal for antennas and transmitters and 50-ohm coax, which is what we still use today, mostly, but not always. So it all matches and everybody is happy. Yeah, it sometimes matches and everybody is almost always happy. Thank you very much, Joel. My pleasure. The Doctor Is In is copyright ARRL 2017. Hallo liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 45 des Deutschen Amateurradioclubs für die 45. Kalenderwoche 2017. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. WRTC 2018. Noch 250 Tage bis zur Eröffnung. Der WAEDC geht mit dem RTTY-Teil für das Jahr 2017 in die letzte Runde. Dann stehen die ersten Themen der DARC-Seminare für das Jahr 2018 fest. Dann noch einmal die Einladung zur DARC-Mitgliederversammlung. 47. Dortmunder Amateurfunkmarkt am 2. Dezember. Dann gibt's aktuelle Conteste und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch WRTC 2018. Noch 250 Tage bis zur Eröffnung.
Noch sind es 250 Tage bis zur Amateurfunk-Weltmeisterschaft WRTC 2018 in Jessen-Wittenberg. So titelt eine Pressemitteilung des WRTC 2018 e.V., die am 4. November verteilt wurde. Viel sei inzwischen passiert, aber es gibt noch genug zu tun. So hat das Organisationsteam in den vergangenen Monaten wichtige Teilprojekte finalisiert. Die Qualifikation ist mit der Bewerbung und Einladung der Teilnehmer abgeschlossen. Beim IARU-Contest waren mehrere WRTC 2018 Teilnehmer in Deutschland zu Besuch und haben schon Ausbreitungswege und Stationsequipment evaluiert. Beim großen Testtag haben 100 Helfer an 15 Standorten die WRTC 2018 Technik und Logistik getestet. Der wichtigste Aspekt der WRTC ist aber freilich der Sportgedanke. Inzwischen stehen die Teilnehmer fest, welche man auf der WRTC-Webseite nachlesen kann. Schaut man auf die Altersstruktur der WRTC 2018, so zeigt sich ein Bild, das den Amateurfunksport als etwas Besonderes herausstellt. Der jüngste Teilnehmer ist Bryant, Kilo Golf 5, Hotel Victor Oscar mit 14 Jahren. Der älteste ist der bekannte Contester Marvin, November 5, Alpha Whiskey mit 77 Jahren. Dazwischen sind alle Altersgruppen nahezu gleichmäßig vertreten, so dass Amateurfunk nicht nur als weltumspannender Sport, sondern auch als generationenverbindend gilt. Dabei kämpfen alle Teilnehmer im gleichen Wettbewerb auf höchstem Niveau. WAEDC geht mit dem RTTY-Teil für das Jahr 2017 in die letzte Runde. An diesem Wochenende geht die WAEDC-Serie in die dritte und letzte Runde für das Jahr 2017. Der WAEDC RTTY steht vor der Tür. Auch wer nur sporadisch ein paar QSOs in RTTY pflegen möchte, ist herzlich eingeladen, den vielen Teilnehmern ein paar QSOs zu bescheren und QTCs abzunehmen. Die aktuellen Regeln findet man auf der DARC-Webseite. Zum Teilen von Bildern und Stories sowie zum Fragenstellen kann gerne die aktive Facebook-Gruppe verwendet werden. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich als WAEDC-Manager zu verabschieden, schreibt Helmut Müller, DF7ZS. Ich durfte diese schöne Contest-Serie einige Jahre betreuen und übergebe zum Ende dieses Jahres an meinen Nachfolger, der ab 2018 die 64. WAEDC-Saison leiten wird, so OM Müller weiter. Die ersten Themen der DARC-Seminare für das Jahr 2018 stehen fest. Auch im Jahr 2018 bietet die DARC-Geschäftsstelle wieder eine Seminarreihe an, für die Sie sich bereits jetzt schon die Teilnahme vormerken können. Die Anmeldung zur verbindlichen Teilnahme wird in Kürze auf der DARC-Webseite freigeschaltet. Los geht's am 27. Januar. Dozent Martin Steyer, DK7ZB, leitet dort sein Fachseminar Yagi-Antennen in Theorie und Praxis. In dem Seminar erfahren Sie die Grundlagen zum Aufbau und Funktion von Yagi-Antennen. Das zweite Seminar wird am 10. März stattfinden und sich mit dem Thema Digital Mobile Radio, DMR, beschäftigen. Bei Dozent Kim Hübel, DG9VH, werden Sie in den Bereichen Grundlagen zu DMR und seinen Netzen, Hotspot-Lösungen und Code-Plug-Gestaltung geschult. Am 21. April können Sie mehr über Antennensimulation mit der Software 4NEC2 oder auch 4NEC2 erfahren. Dozent Thilo Kurz, DL9KCE, wird Sie in Sachen Anwendung und Verständnis der Software schulen. Manche DARC-Seminare waren in den vergangenen Jahren erfahrungsgemäß auch immer schnell ausgebucht. Spätestens mit dem Erscheinen der Dezember-CQDL-Ausgabe am 17. November wird die Anmeldung über die DARC Webseite für die Seminarreihe 2018 freigeschaltet. Einladung zur DARC-Mitgliederversammlung. Am 11. und 12. November findet die DARC-Mitgliederversammlung im Hotel Stadt Baunatal, dort in der Wilhelmshöher Straße Nummer 5 in 34225 Baunatal statt. Unter anderem steht die Wahl des Vorstandes auf der Tagesordnung. Start ist am Samstag, den 11. November um 9 Uhr. Bis ca. 11.30 Uhr findet die gemeinsame Tagung zur Beratung der vorliegenden Anträge statt. Anschließend ca. von 12 bis 18 Uhr ist dann die Mitgliederversammlung.
Am Sonntag, den 12. November, wird von 9 bis 12 Uhr die Mitgliederversammlung fortgesetzt. Alle DARC-Mitglieder sind dazu eingeladen. Die Anträge sind im vollen Wortlaut auf der DARC-Webseite als PDF-Datei veröffentlicht. 47. Dortmunder Amateurfunkmarkt. Am 2. Dezember findet in der Westfalenhalle 7 in Dortmund von 9 bis 16 Uhr die 47. Auflage des Dortmunder Amateurfunkmarktes statt. An über 600 Tischen bieten auch in diesem Jahr die Aussteller ein breit gefächertes Sortiment aus Funkgeräten, Zubehör und Messtechnik an. Es wird wieder ein adäquater Mix aus Gebraucht- und Neugeräten zu finden sein. Der DARC e.V. wird mit der Geschäftsstelle sowie dem Verlag vertreten sein. Die erwarteten Interessengruppen stellen die vielfältigen Bereiche des Amateurfunks den Besuchern dar. Die vorhandenen Sitzgelegenheiten laden alle Besucher zum persönlichen Kennenlernen, zum Knüpfen neuer Kontakte sowie zum Erfahrungsaustausch untereinander ein. Das Organisationsteam des Dortmunder Amateurfunktreffen e.V., kurz DAT e.V., möchte sich an dieser Stelle noch einmal bei allen Helfern, Ausstellern, Interessengruppen und Besuchern für den angenehmen Verlauf der Veranstaltung im vergangenen Jahr bedanken. Alle Beteiligten haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass auch in Zukunft Mittel zur Förderung von amateurfunkspezifischen Projekten zur Verfügung stehen. Denn die Erträge aus dem Amateurfunkmarkt fließen komplett in den Amateurfunk zurück. Das ist durch die Satzung des Veranstalters DAT e.V. vorgegeben. Weitere Informationen per Telefon unter der Nummer 0231 5648 766, per Fax, gleiche Vorwahl 0231 und dann 5648 767 und auch per Internet unter www.amateurfunkmarkt.de. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, 11. November, da läuft das Aktivitätswochenende Schleswig-Holstein. Am 12. November startet die Military on the Air Aktivität. Das ganze Wochenende hindurch, 11. 12. November, wie eben gehört, der WAE-DX-Contest in RTTY. Aus Japan kommt der Juliet Alpha International DX-Contest zu uns. Die Eisenbahner von der FIRAC, die begehen ihren FIRAC-HF-Contest. Und aus Tschechien und der Slowakei kommt der Oscar Kilo Oscar Mike DX-Contest zu uns. Am 12. November geht's dann weiter mit dem Aktivitätswochenende Schleswig-Holstein und dem zweiten Teil. Am nächsten Wochenende, 18. November, dort findet statt der Herbstcontest des DARC-Distriktes Köln-Aachen und in Großbritannien der RSGB 1,8 MHz-Contest auf 160 Meter. Das ganze nächste Wochenende hindurch, 18. 19. November, in Österreich der All-Austrian 160 Meter Contest und in Bulgarien der Lima Zulu DX Contest. Außerdem noch am 19. November die HOT Party und der Herbst Contest des DARC Distriktes Köln-Aachen mit dem zweiten Teil. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des Contest-Referates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL Ausgabe 11 2017 auf Seite 64. Der Funkwetterbericht vom 7. November, herausgegeben von Hartmut Büttig, DL1VDL. Zunächst der Rückblick vom 31. Oktober bis 6. November. Seit dem 1. November sind keine Sonnenflecken sichtbar. Die gemessenen Fluxwerte fielen von 75 auf 69 solare Fluxeinheiten. Es gab nur zwei isolierte geomagnetische Störungen. Die erste in der Nacht vom 2. zum 3. November und die zweite am 7. November mittags. Trotz sehr ruhiger Sonne halfen die herbstlichen Ionosphärenbedingungen insofern, dass morgens 17 und 15 Meter nach Osten hin öffneten und auch auf 10 Meter über den Äquator laute DX-Signale zu hören waren. Nach Sonnenuntergang schlossen die Bänder über 10 MHz schnell. Die ruhigen geomagnetischen und atmosphärischen Randbedingungen begünstigten das DX-Geschehen auf 160 und 80 Meter, zumal die ionosphärische Dämpfung gering gewesen ist.
Vorhersage bis zum 14. November, das bis Sonnenmitte ausgedehnte koronale Loch 834, dessen Sonnenwind am 7. November tagsüber das Erdmagnetfeld störte, scheint sich wieder aus einer geoeffektiven Position wegzudrehen, sodass für die kommenden 7 Tage ruhige geomagnetische Bedingungen angesagt sind. Kleinere Störungen sind natürlich nie auszuschließen. Die Sonnenaktivität bleibt auch sehr gering im B-Flare-Bereich. Es sind zurzeit keine Sonnenflecken in Sicht. Die Ausbreitungsbedingungen sind dennoch besser, als zu vermuten wäre. Das liegt aber an der kühleren Lufthülle der nördlichen Hemisphäre der Erde, die dichter ist als im Sommer. In den Ionogrammen fällt auf, dass zum Beispiel 15.30 Uhr UTC die 3000 Kilometer Muff noch bei 21 MHz liegt. Um 12 Uhr UTC lag sie sogar bei 29,2 MHz. Das ist TEP-verdächtig. Bevor im Dezember die Grenzfrequenzen durch die sehr kurze Sonnenscheindauer noch weiter absinken, haben wir jetzt, trotz geringer Sonnentätigkeit, noch häufige Öffnungen der oberen Bänder, die man durch Beobachten und auch vor allem durch CQ-Rufen findet. Die Barken des IBP helfen dabei recht gut. Und hier noch die Orientierungszeiten für Greyline DX alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 17.10 Uhr, in Ostaustralien um 19.07 Uhr, in Westaustralien um 21.14 Uhr. In Singapur geht die Sonne auf um 22.46 Uhr Weltzeit, in Japan um 21.07 Uhr, auf Hawaii um 16.37 Uhr. Sonnenaufgang in Anchorage in Alaska ist um 17.40 Uhr, in Johannesburg in Südafrika um 3.14 Uhr. An der USA-Westküste in Kalifornien geht die Sonne auf um 14.41 Uhr UTC, auf den Falklandinseln um 8.08 Uhr und in Berlin in Deutschland geht die Sonne um 6.13 Uhr Weltzeit auf. Sonnenuntergang USA-Ostküste 21.45 Uhr, USA-Westküste 1.05 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.23 Uhr Weltzeit, auf den Falklandinseln um 23.14 Uhr, auf Hawaii um 3.52 Uhr. Sonnenuntergang in Anchorage in Alaska ist um 1.39 Uhr Weltzeit, in Johannesburg in Südafrika um 16.28 Uhr, in Neuseeland um 6.59 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 15.26 Uhr UTC hinter dem Horizont. Das war der DARC Deutschland-Rundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte Stefan Hüpper, DH5FFL vom Amateurfunkmagazin CQDL. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DARC-Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DARC. Wenn Sie Meldungen für den Deutschland-Rundspruch haben mit bundesweiter Relevanz, dann schicken Sie Ihre Infos, Meldungen und Beiträge gerne per Post oder Fax an die Redaktion CQDL sowie per E-Mail. Bitte ausschließlich an die E-Mail-Adresse redaktion@darc.de. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Interesse und AWDH bis zur nächsten Woche. Und an alle Mädchen, 88. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv i unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.